In de achtste finale van de damesvoetbalbeker van Nederland, de landelijke KNVB-beker, trad RVVA thuis aan tegen PSV, wat uitkomt in de eredivisie vrouwen, en daar op een vierde plaats staat. RVVA spelend in de topklasse en dus in de thuiswedstrijd geloot tegen de Eindhovenaren, die hier gelijk gevaarlijk worden met Michelle Hendricks. De voorzet die wordt maar net voorlangs gekopt door Vanity Leverissa. Dan een vrije trap van de rechterkant. Wordt ingebracht en dan valt de bal keurig in handen van Destiny Snoek, de keepster van RVVA Vrouwen. RVVA dat dan weer probeert op te bouwen, maar er wordt er vroeg druk gezet door PSV. En gaat er een voorzet komen of is het misschien een schot, maar de bal die ketst boven op de lat. En leverde voor RVVA vooralsnog geen verder gevaar op. Dan RVVA met de nodige moeite aan het uitverdedigen. Van de Wetering was dat. De bal die gaat dan naar de nummer 4, Lucie Akkerman. Die komt dan met een voorzet richting de goal. En dan heeft RVVA de moeite om de bal weg te krijgen. En is het Leverissa die daar weer voor gevaar zorgt. En uiteindelijk kan er uitverdedigd worden met onder andere Nicky de Roest, de aanvoerster van RVVA. Maar de druk van de Eindhovenaren hield aan. Hier een voorzet en die wordt dan ingezet door Kirsten Koopmans. En dan is het in de rebound na de goede redding van Destiny Snoek is het Vanity Leverissa die na 26 minuten de 0-1 op het bord zet. RVVA hield 25 minuten een goed stand. Hier eerst nog de redding. Maar dan is het Leverissa die weet te profiteren en dan is het 0 tegen 1. Komende Eindhovenaren weer. Michelle Hendricks. De bal doorgespeeld richting Nadia Kolen. De bal teruggelegd en dan een voorzet van Lucie Akkerman. En dan bij de tweede paal is het wederom Vanity Leverissa. 5 minuten na de openingsgoal is het 0 tegen 2. En is RVVA dus eigenlijk al op een behoorlijke achterstand gezet na een half uur voetballen. Terwijl het eerste 25 minuten toch heel hoopgevend waren. PSV natuurlijk de betere ploeg, maar RVVA werd zeker niet weggespeeld. En dan ja, toch 2 goals zo kort achter elkaar. Ja, dan knakt er misschien iets. En dat ziet ook de trainer van RVVA, Nasser Abdallah. Dan PSV weer. Komt daar een voorzet, gaat over alles en iedereen heen. Dan een verschrikkelijk grote kans voor Kirsten Koopmans. Maar die weet de bal toch nog over het doel heen te krijgen. Ze controleert hem knap. Maar dan gaat hij bijna knullig gaat hij alsnog over de goal heen. Dan een voorzet van de linkerkant. En dan gaat daar de spits van de Wetering gaat daar over het been. Bij Celine Bruens. En dan gaat daar achter de bal staan Mirte Moraes. En dan is het 0 tegen 3. En dan hebben we 37 minuten gespeeld. De strafschop terechtgegeven. En Mirte Moraes weet daar dan wel raad mee. En die verslaat Destiny Snoek. Die wel naar de goede kant duikt, maar de bal is hard genoeg. En ploft in het net. Dan 2 minuten later, een cornerbal. En die valt dan op het hoofd van Lucie Akkerman. En binnen 40 minuten is de stand ineens 0 tegen 4. Dat betekent dus dat het de laatste 10 minuten hard is gegaan. En RVVA op een schier onmogelijke achterstand. En dat werd dus ook de ruststand. Na de rust, PSV weer. Jesselyn Kuipers komt dan met de voorzet. En dan is het 8 minuten gespeeld in die tweede helft. Dan is het Michelle Hendricks die de stand naar 0-5 tilt. Een goede voorzet en Michelle Hendricks is iedereen te snel af en schiet de bal hoog in het doel. En dat wordt even gecheckt op teletext of het daar ook aangekomen is. Dan gaat daar goed door de aanvoerster Jesselyn Kuipers. En die weet de bal voor te geven. En dan is het voor Nadia Kolen niet moeilijk om ook de stand naar 0-6 te tillen. En staat RVVA binnen 10 minuten na de rust van 0-4 ineens op 0 tegen 6. Dat neemt dan toch behoorlijke vorm aan. Hier de in de rust uitgevallen Lisanne van Gelder.
Vrije trap nu van Wendy Mulder. Die versmoort in de muur van de Eindhovenaren. En dan is het Marielle Akatowski die de bal weer inbrengt. Maar dan is ze door de scheidsrechter buitenspel geconstateerd. En is het hier Iris Zoon die de bal op zij plaatst naar Alisa Dijkstra. Die komt dan met een voorzet richting Manuela Groteboer. Maar dan is het keeper Anderen Stijm die op tijd de goal uitkomt. Dan Isabel Gulden. De bal ingespeeld richting de ook ingevallen Iris Zoon. En dan is de bal alweer in handen van de keeper van PSV. Dan PSV weer. Een aanvalsopzet met Nadia Kolen. Die kan dan verdedigd worden. En dan komt er via de maar half uit. En is het PSV wat alweer over heeft genomen. Middels Mauri van de Wetering. Die speelt de bal door richting Kirsten Koopmans. En die geeft dan de voorzet op de mee opgekomen invalster Pleun Rijmakers. Maar dan lijkt het de schoen van Alisa Dijkstra die de bal over de eigen lijn werkt. En zo komt PSV dus op een makkelijke manier aan 0 tegen 7. En dan zitten we al in de laatste 5 minuten. Is er hier ook nog een goede combinatie te zien. En dan kan er nog net gered worden door Isabel Gulden. Anders had de 0-8 al op het bord gestaan. Goeie actie hier van Isabel Gulden. Net voor de doellijn weet ze de bal nog weg te werken. De RVVA defensie was al uitgespeeld. Dan een actie van Gentle van Gogh. Doorgespeeld richting Manuela Groteboer. Dan komt er een kans voor Wendy Mulder. Maar die wordt dan weer goed verdedigd. En die bal die kan dan niet in het doelvlak komen. Een mogelijkheid voor RVVA gaat daarbij verloren. Maar moet ook gezegd worden, PSV verdedigde dat goed. Dan een goede dieptebal op nummer 21, Kirsten Koopmans. Die gaat dan keeper Destiny Snoek voorbij en zet daar de 0-8 op het bord. Dan zitten we inmiddels in de 91ste minuut. En dat gaat dan ook de eindstand worden van deze bekerwedstrijd voor RVVA. Een prachtmooie ervaring voor de RVVA-dames. Maar niettemin is het PSV wat verder gaat in het bekertoernooi. Ingestroomd in deze 8e finale. Zoals alle ploegen uit de vrouwen-eredivisie in deze ronde pas instromen. Waar RVVA al een aantal wedstrijden weg had. Maar zijn het de Eindhovenaren die dus met een 0-8 overwinning uit de Ridderkerk vertrekken. Terug naar Eindhoven en dus doorgaan in het KNVB bekertoernooi. Na de wedstrijd hebben wij nog interviews opgenomen met de trainer van de Eindhovenaren Nebojša Vukovic. Met de trainer van RVVA Nasser Abdallah en Nicky de Roest, de aanvoerder van RVVA. En dat alles is te zien op RVVA TV.